allemaal. Toen ik terugkwam uit Valkenburg stuurde een vriendinnetje mij een berichtje of ik naar het kerstconcert van Nick en Simon wilde in Ahoy. We gaan met Anouk. Woe! En we hebben er helemaal zin in. En we staan nu bij de McDonald's. Want we moeten ook even eten. Dus we hebben net een Quarter Pounder en een McRocket voor Anouk gehaald. We hebben onze kersttenue aan. Dus let's go! Ik zeg niet wat ik moet verwachten. Toch Anouk? Zeker. We hebben er echt vet veel zin in. Heel veel zin in. Iedereen tuurt er naar mij, omdat ik echt als een debiel natuurlijk tegen een camera aan praten ben. We gaan ingang J zoeken, want daar moeten we heen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Na de show van Nick en Simon werden we uitgenodigd om in het publiek te zitten bij RTL Late Night. Die avond werd RTL Late Night uitgezonden in Ahoy en waren onder andere gasten Robert Terbrink en Nick en Simon zelf. De avond kregen Nick en Simon uit handen van Umberto Tan ook een platina plaat uitgereikt. Nou, inmiddels is het al 12 uur en achter mij staan nog allemaal fans te wachten tot ze met Nick en Simon op de foto kunnen. Hoe lang staan jullie hier al? Anderhalf uur. Oh, jullie zijn echt diehard fans. Ja, we nemen altijd een tijd. Ja? Fans, ja, nou, dat vind ik fijn. Echt heel veel fans. Ja. Nou, ik denk dat ze wel zo komen. Heel veel succes en hele fijne kerstdagen. Ja, hetzelfde. Nou, ik weet echt niet wat ik moet zeggen, want ik vond het echt super vette avond. We zijn weer aan het einde gekomen van deze video. Als je deze video nou leuk vindt en als je Nick en Simon nou leuk vindt, vergeet dan niet een duimpje te geven op deze video en te abonneren op mijn kanaal. Ik hoop je volgende week maandag weer te zien. Doeg! Fijne kerstdagen!